Zo, ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben. En dat ben ik, dat hoor ik. Ik voel me natuurlijk heel vereerd en ik ben heel verheugd dat ik vandaag een lezing mag geven over een onderwerp waar ik al enkele jaren mee bezig ben geweest. En wat uiteindelijk heeft uitgemond in een proefschrift. En natuurlijk ook nu deze kleine tentoonstelling. En ik ga snel beginnen, want ik wil graag heel veel vertellen en vooral ook heel veel laten zien aan u. En ik hoop dat u daardoor een goed beeld gaat krijgen van de geschiedenis van het reizen en de geschiedenis van de fotografie, maar ook de geschiedenis sowieso van al het beeldmateriaal, ook de tekeningen die daar vooraf zijn gegaan. Ja, de plaats die de Grieken in de tijd van Darius, Persepolis, stad van de Perzen, hebben genoemd, en die de Perzen zelf Parsa noemden, wordt vandaag de dag beschouwd als een van de meest fascinerende sites uit de antieke wereld. Gelegen in het zuiden van Iran, in de provincie Fars, nabij Shiraz, dat kunt u hier op de kaart zien, maakt dit Achaemenidische paleiscomplex door de restanten van zijn pracht en praal nog steeds een overweldigende indruk op bezoekers. Velen van hen beleven dan ook een historische sensatie als ze voor die grootse afmetingen en de schoonheid van de monumenten aanschouwen. Daar gelegen in de vlakte van Marvdash. En deze sensatie of ontroering is voor heel veel Europese reizigers een aanleiding geweest om over deze monumenten te schrijven en ze bovendien ook nog eens met behulp van tekenkunst en fotografie in beeld te brengen. Om op die manier tot beter kunsthistorisch inzicht te komen. Persepolis wordt, zo wordt wel gezegd, gezien als het kroonjuweel van de Achaemenidische architectuur. Het complex is Persisch, wat ontwerp en uitvoering betreft, maar verenigt ook kunststijlen en technieken van verschillende antieke culturen uit het nabije Oosten. Sommige onderzoekers beschouwen Persepolis ook als koningskunst, omdat het paleis toont wat Darius de Eerste tot uitdrukking heeft willen brengen. De koninklijke macht en weelde van het Achaemenidische Rijk, waarin vroomheid, controle en harmonieuze orde centraal stonden. Wat ga ik tijdens deze lezing bespreken? Ik zal allereerst met u een rondgang maken door Persepolis. Een kort rondgang, dan zal ik even de stand van zaken wat literatuur betreft en ook wat fotoarchieven betreft bespreken. Ik zal inzoomen op vroege reizigers en hun tekeningen. Dan zal ik kort aan de orde stellen de historische context, zeg maar een beetje van Persië in de 19e eeuw. Vervolgens gaan we kijken naar de fotografen, een selectie althans, en archeologen en reizigers in de 19e eeuw. De periode waar ik mee bezig ben geweest. Het begin van fotografie, de allereerste reizigers in 18, de eerste fotografie in Persepolis in 1858 gemaakt. En ik zal eindigen zo in 1928, wanneer de eerste opgravingen in Persepolis werden verricht. Maar allereerst even een rondgang door Persepolis. En hier ziet u een foto van Georg Kästner, in 1976 gemaakt. Enige jaren geleden, herinnert u zich misschien wel, is hier ook nog een tentoonstelling geweest. Maar deze foto toont zo mooi vanuit de lucht hoe dat hele complex gelegen is. En Persepolis is aangelegd op een kunstmatig en gedeeltelijk uit de rots gehouden rechthoekig terras. Zo'n groot 300 bij 450 meter ongeveer. En dat bestaat ook nog eens uit drie niveaus. En het complex is voornamelijk in de tijd van Darius de Eerste en Xerxes de Eerste gebouwd. Hoewel natuurlijk ook in latere perioden nog bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. De toegangstrap. Oh ja, hier even een overzicht van het Achaemenidische Rijk. Darius heeft in 522 voor Christus dat hele grote rijk gevormd. Al die volkeren bevinden zich in dat rijk en het was natuurlijk nodig om een nieuwe residentie uit te kiezen. En in 520 voor Christus wordt dan Persepolis gebouwd nabij Shiraz om niet alleen als administratief centrum te dienen en als woonplaats te dienen voor de koningen, maar ook als ceremoniële locatie. Alle volkeren uit het Rijk, en nu ziet u de verschillende volkeren weergegeven, die komen dan eens per jaar naar Persepolis toe, en wel op 21 maart,
Nowruz, het nieuwe jaar in Iran. Vandaag de dag nog steeds wordt dat in Iran gevierd. En dan komen ze naar Persepolis in een delegatie. En ze nemen natuurlijk, en ze brengen niet al een bezoek aan de koning. Het was natuurlijk ook om controle uit te oefenen. Ze brengen niet alleen een bezoek en ze leggen niet alleen verantwoording af van de politiek die gevoerd moet worden. Maar ze namen ook geschenken mee natuurlijk voor de koning. En als u naar Persepolis zou gaan en je zou daar rondlopen en een rondgang maken, dan komt u allereerst, en ik probeer dit even te kijken of ik hier met een pointer, ja. En dan komt u allereerst, gaat u via de trappen naar de poort van alle landen. Ik zal dat zo nog even wat nader bespreken en ik zal ook nog even wat foto's laten zien. Vervolgens laat de architectuur u dan gaan naar de Abadana of het audiëntiepaleis, waar natuurlijk de delegaties werden ontvangen. Een heel groot gebouw, zoals u ziet. En daarachter liggen dan de verschillende paleizen van de koningen. Dit is het paleis, het wat kleine paleis van Darius I. Hier ligt het paleis van Xerxes. Dit was een poortgebouw of centrale hal of vergaderhal werd het ook genoemd. Wat vervolgens overging in de harem. Vandaag de dag is dit gebouw een museum geworden. Hier ligt het schatgebouw, hè, om natuurlijk al dat tribuut en die geschenken in op te slaan. Vervolgens de grote 100 zuilenhal. Hier ligt nog een poortgebouw wat onvoltooid is gebleven. En dan sluit het gebergte van barmhartigheid, de Kuir Hamat in Iraans, hè, sluit dan als een soort van decor, zeg maar, dat hele paleiscomplex af. En in dat gebergte liggen nog, of hebben ze nog drie graven gewijteld. En van Artaxerxes III, de tweede, en Darius de derde, de laatste koning die ook door Alexander de Grote is verslagen. Ja, die poort van alle landen, waar je dan na de toegangstrappen voor staat, die bevatten eigenlijk vier zuilen, vandaag de dag nog twee, maar de voorzijde en ook de achterzijde van de poort, daar bevinden zich kolossale gevleugelde stieren. Aan de achterzijde hebben ze ook nog een, zoals hier is afgebeeld, mensenhoofden. U zou kunnen denken aan bijvoorbeeld de Assyrische prototypen, hè, zoals ze hier ook in de tentoonstelling staan, die nagemaakt zijn, zeg maar. En eigenlijk ook een soort bescherming bieden voor het gehele complex. In het poortgebouw bevindt zich een drietalig spijkerschrift in het Elamitisch, Oud-Persisch en ook in het Babylonisch. En het vertelt dat Xerxes, de godheid Ahura Mazda, Zoroastrisme, goed en kwaad, dat daarin werd geloofd, dat Xerxes dus de godheid Ahura Mazda vereerde en dat hij met behulp van die godheid het monument heeft laten bouwen. En veel reizigers, als zij voor die poort staan, en wellicht heeft u daar ook wel eens voor gestaan, maar dan beleef je echt een historische sensatie. En dan is het gewoon ongelooflijk de grootheid. En nou ja, als je realiseert wie zich daar allemaal hebben gestaan en hebben gelopen. En Cornelis de Bruin heeft dat dan ook zo mooi in zo'n tekening weergegeven. Want als je dan een beetje naar rechts kijkt, dan zie je dat hele complex voor je liggen. En je ziet dan ook het gebergte en de vlakte. Ja, en dan moet je wel, je zou er een heel uur kunnen staan, bij wijze van spreken. Maar je krijgt echt zo'n sensatie dat je denkt van, wauw, dit is fascinerend. Dat fascineert enorm. En natuurlijk die vroege reizigers, de manier van reizen en de manier van hoe zij vanuit Europa helemaal, daar deed men in de 19e eeuw 14 dagen over om van Nederland naar Iran, naar Persepolis te reizen. En dat ging natuurlijk niet alleen met de boot, maar ook in het land zelf te paard. Dus het is ook de rust die vaak ook de beelden uitstralen en het reizen in die tijd. Hier ook Pierre Loti
Een van de Franse romanschrijvers die Faire Yves Vahan heeft geschreven in 1904. En daar ook over verhaalt. En gelukkig zijn de foto's ook bewaard gebleven die hij samen met zijn medereiziger gemaakt heeft. Je ziet hem hier staan alleen in Persepolis. Alleen in Persepolis. En dat is vandaag de dag nu natuurlijk niet meer in te denken. Want vandaag de dag heb je dit soort beelden. Vele toeristen vanaf 1926 na de opgravingen van Schmid, Herzfeld Schmid, is natuurlijk het toerisme op gang gekomen. En je ziet natuurlijk heel veel toeristen. Niet alleen Iraniërs, maar ook veel Europese toeristen. En overal uit de wereld vandaan. Die een kijkje willen nemen. En natuurlijk, als je naar Iran gaat, wil je dit monument en dit paleiscomplex natuurlijk niet missen. En er staan natuurlijk ook schermen en geluidsapparatuur en verlichting. Dingen die je eigenlijk als toerist liever niet wil tegenkomen. U kunt zich voorstellen hoe die vroege reizigers geluk hebben gehad. Dat zij in alle stilte en rust die monumenten hebben kunnen aanschouwen. En zelfs ook 's avonds nog op bij het complex hebben kunnen blijven en de sterren hebben kunnen aanschouwen. Ja, dat is iets waar wij alleen nog maar van kunnen dromen. Maar goed, vanuit de poort Alle Landen, dan word je eigenlijk gedwongen om meteen naar rechts te gaan. En dan kom je dus, en dan loop je richting Appadama. En die Appadama, of die audiëntiehal, die heeft dus twee grote, kolossale trapcomplexen. En die trapcomplexen die bevatten ook allerlei beeldhouwwerk. In die Appadama, daar heeft Friedrich Krefter, Duitse architect en ook archeoloog, die samen met Herzfeld de allereerste officiële opgravingen verrichtte, die heeft daar ook zogenaamde foundation tablets gevonden. Dat zijn nog steeds gouden en zilveren plakaten. Ook weer met een drietalig spijkerschrift. Waarin Darius de Eerste, de grote koning, zich introduceert. En over de omvang van zijn rijk spreekt. Maar de sculptuur die wij aantreffen is ook heel bijzonder. Hier kunt u al zien hoe heel gestileerd de natuur bijvoorbeeld wordt weergegeven met cipresbomen en riet. Maar ook met dieren, zoals de stier en de leeuw. De stier, dat was de zon, verbeeldde de zon. De stier, de maan. En je ziet hier ook de overwinning van de winter of de dag op de nacht. Men zegt ook vaak dat het afbeeldt dat de lente begint. Naast natuurlijk natuur ook personen die worden afgebeeld. En omdat het een hele ceremoniële omgeving, locatie was waar mensen tribuut brachten, zien wij ook dat mensen afgebeeld staan die ook tribuut komen brengen en in hun handen hebben. Het is een soort van, ik zou willen zeggen, een soort van stripverhaal, zou ik willen zeggen. Driedimensionaal, mooi weergegeven in dat basrelief, waarin wij wachters zien en natuurlijk ook de wachters die dan de delegaties natuurlijk één voor één naar binnen leiden op 21 maart. En hier zie je natuurlijk ook de mensen met hun verschillende giften. En alle delegaties, alle volkeren in dat rijk, in dat Achaemenidische Rijk, zijn hier ook afgebeeld. Hier nog even een close-up. En natuurlijk zien wij ook de koningen. De verschillende koningen, Xerxes, Darius, al wandelend in het paleis. Met natuurlijk achter hen de dienaren die een parasol tegen de zon dragen en een vliegenmep ook in hun hand hebben. We zien ook nog een gevleugeld wezen, wat Var, de beschermer, voorstelt van de Perzen. Of soms wordt hij ook wel gezien als godheid, als Ahura Mazda, die de koningen het recht heeft gegeven om te regeren. En we zien de koningen ook zetelen op de troon en allerlei delegaties ontvangen. Of de troon wordt ook gedragen door allerlei volkeren van die in het hele Rijk aanwezig waren. En dat maakt het natuurlijk heel bijzonder. Ja, achter die prachtige Appadana met 72 zuilen van 19 meter hoog.
bevindt zich dan het paleis van Darius. En dat paleis heeft ook heel vaak vooral de façade gediend als voorbeeld voor de graven die in de gebergten zijn gemaakt. Niet alleen in Persepolis, maar ook in Nakhiroestam op enkele kilometers afstand. Ja, en Schmid, die officiële opgave heeft verricht na Hertzfeld, die heeft in 1953 een geweldig boekwerk uitgegeven, waarin ook hij nog een vlucht heeft gemaakt over Persepolis. En waarin, ja, vind ik toch wel de meest mooie zwart-wit foto's te vinden zijn, die ook vanuit een bepaalde lens worden de gebouwen ook weergegeven, heel goed kijk geven op het gehele complex en de verschillende monumenten. Ik zal u even zo wat foto's laten zien, maar dan kunt u echt een heel goed beeld krijgen ook van de grootte en het monumentale. En ook natuurlijk de verschillende objecten die gevonden zijn, want de vroege reizigers die hebben bepaalde details natuurlijk, die lagen nog onder het zand en dat hebben zij zeker niet gezien. Sorry, hier begint iets. Hier nog even het paleis van Darius, maar hier ook ja, om een indruk te krijgen hoe groot en monumentaal de reliefs zijn. Ja, en dan komen we bij Alexander de Grote aan. En die Alexander de Grote, heel veel reizigers, of bijna elke reiziger die ik heb doorgewerkt, zowel de vroege als de reizigers in de 19e eeuw, die hebben voortdurend de vraag gesteld van waarom in hemelsnaam heeft Alexander de Grote Persepolis door een brand verwoest? Was het omdat hij wraak wilde nemen, omdat Xerxes in 480 voor Christus de Atheense tempels had verwoest? Gebeurde het na een uitbundig feest op instigatie van de Griekse courtisane Thais? Of wilde Alexander het hart van het Perzische Rijk vernietigen, zoals ook veel onderzoekers denken, om zichzelf als nieuwe en unieke heerser vanuit Babylon te poneren? We weten het niet. En alle reizigers hebben die vraag wel gesteld, maar we weten het niet. Feit blijft dat Persepolis door hem en zijn mannen werd verwoest. Dat zij de laatste zijn geweest die Persepolis in volle glorie hebben gezien. En wat er ja, daarna, na de verwoesting overbleef, al vrij snel verdween de beschildering en natuurlijk alle kostbaarheden. Want op de reliefs bevonden zich ook vaak gouden oorringen of armbanden bij zo'n spreken, of parels en dergelijke, die had men er ook in verwerkt. En natuurlijk zuilen, basreliefs, die werden al in de loop der tijd gebruikt voor nieuwe bouwwerken of werden door toeristen meegenomen als souvenir. Maar ondanks die verwoesting en datgene wat nu nog rest, eigenlijk een soort van skelet. We zien de funderingen en natuurlijk de muren, dat van steen, alles wat van steen is, dat is blijven staan. Maar de daken die van hout waren, of de muren en natuurlijk alle tapijten en dergelijke, dat is natuurlijk vernield. Maar toch, ondanks dat alles, bleef Persepolis tot op de dag van vandaag een plaats waar voortdurend reizigers al vrijwel na die verwoesting naartoe trokken om zich aan die overblijfselen te vergapen. En dat maakt het allemaal zo interessant. Althans, voor mij is dat heel mooi geweest om die hele geschiedenis dus te volgen van verbeelding. En die geschiedenis van verbeelding. Hoe lang heeft het geduurd voordat wij hier in Europa eigenlijk wisten wat er eigenlijk daar in het zuiden van Iran, wat daar te koop was? Hoe zag dat er eigenlijk uit? Wat was er nog van overgebleven? En dat heeft best een hele tijd geduurd. Ja, het mooie is dat het thema van Alexander en het in brand steken van Persepolis regelmatig terugkomt in kunst. En hier ook op een prachtig gobelijn wat zich nog in het Rijksmuseum bevindt. En je ziet hier ook Alexander die met een toorts, als ik het goed heb, hier Persepolis in brand steekt. Ja, wat literatuur betreft kan ik u meedelen dat allereerst natuurlijk Curzon, George Nathaniel Curzon, de eerste is geweest die een soort van pionierswerk heeft verricht. In zijn boek Persia and the Persian Question, dat gaat helemaal over Iran.
Iran in de 19e eeuw, maar ook in voorgaande eeuwen, geeft hij een heel uitgebreide informatie over reizigers die naar Persepolis zijn geweest, omdat hij er zelf ook was geweest en gefascineerd was geraakt. En dan geeft hij een opsomming en hij vertelde ook nog eens even van wat zij zo al hebben meegedeeld of aan afbeeldingen hebben laten zien. En dat werkt hij ook nog in een aantal schema's uit. Nou, vervolgens is er ook nog de Nederlandse zakenman Hots, die in de 19e eeuw allerlei zaken opzette in Iran. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Die heeft ook baanbrekend werk verricht voor wat Nederlandse reizigers betreft. En hij beschouwde zichzelf als de laatste of de eerste reiziger die met de fotografie, met de camera in de hand, foto's maakte. De eerste Nederlandse fotograaf in Persepolis, zeg maar. Nou, dan is er ook nog een boek of een dissertatie van Braaksma. Die bericht over reizigers die geheel Perzië hebben doorreisd. Ook Gabriel heeft dat gedaan. En vervolgens komt dan Arndt, die zich helemaal weer richt op Persepolis. Maar eigenlijk alleen maar kijkt naar teksten en niet naar beeldmateriaal. In zijn boek vind je heel veel citaten, naar keuze, naar believen eigenlijk, wat hij het mooiste vindt. En dan komen we bij Sansisi Weerdenburg, Helene Sansisi Weerdenburg, die wel heeft gekeken naar vroege reizigers en niet alleen naar de verbeelding, naar de teksten, maar ook nog eens naar alle tekeningen. En die tekeningen dan ook nog naast elkaar heeft gezet en heeft vergeleken. Ja, en eigenlijk heeft niemand zich met fotografie bezig gehouden. En al helemaal niet met de vroege fotografie van Persepolis. En zijn Sansisi en Hots de enigen die zich met beeldmateriaal, dus met vroege tekeningen hebben bezig gehouden. En daar was ik natuurlijk blij mee, dat er in ieder geval iets was over dit onderwerp. En zelf heb ik natuurlijk moeten gaan zoeken naar allerlei archieven. Waar bevindt zich in hemelnaam foto's van Iran? En ik had nooit mogen dromen dat er in Nederland zoveel collecties aanwezig zijn. En dat wil ik u hier ook even laten zien. Door Albert Hots, een dilettant, niet alleen met zaken bezig in Iran. Zijn er hier in de verschillende musea in Leiden, in Amsterdam, in Rotterdam, toch heel veel collecties ook terechtgekomen. En ook fotocollecties. En daar was ik natuurlijk verrast. Heel erg verrast, want ik verwachtte eigenlijk dat ik al veel eerder naar Londen moest gaan of naar Parijs en naar Berlijn. Maar nee, hier in Nederland hebben we echt een hele mooie collectie over Iran, Perzië. Niet zoveel over Persepolis, maar het geeft een heel goed beeld van de reizen die in Perzië zijn gemaakt. Nou ja, de Universiteitsbibliotheek in Leiden, bijzondere collecties. Het Wereldmuseum, het Rijksmuseum in Amsterdam, het Koninklijk Instituut voor de Tropen en ook het Fotomuseum. En ook in het Koninklijk Archief, het Koninklijk Huisarchief in Den Haag, bevindt zich ook nog een album, een vroeg album uit 1862 van een Italiaan, Luigi Montabone, die op een wetenschappelijke missie naar Teheran is gegaan. En over de anderen, daar kom ik zo nog wel even over te spreken. Ja, dan even naar de vroege reizigers. Welke informatie brengen zij zoal over? Toen die eerste reizigers, en dan moet u denken, dat was begin 14e eeuw, naar Persepolis gingen en daar rondliepen. Ja, toen werden zij geconfronteerd met een raadselachtige architectuur voor hen, waaraan hun ogen helemaal niet gewend waren. Want zij waren opgegroeid met Europese kunsthistorische interpretatiekaders. En dan liepen ze daar en ze zagen die hoge zuilen en die sphinxen op de poort van alle landen. En men zag al die basreliefs en men probeerde dat natuurlijk te verklaren en men probeerde dat te begrijpen. Maar men had niet zoveel om op terug te vallen, want de Grieks-Romeinse antieke bronnen die vertellen nauwelijks iets over Persepolis. De enige antieke bron is de historicus Diodorus Siculus, die in de eerste eeuw voor Christus vermeldt dat hij in Persepolis is geweest en dat Alexander Persepolis in brand heeft gestoken. Maar ja, dat weten we dan wel. En hij zegt dan dat Persepolis de rijkste stad onder de zon was in die tijd. En dat het omgeven was door een drievoudige muur. Dat is nog steeds een raadsel.
En dan omschrijft hij enigszins dat er poorten waren en een bronzen deur. En dat was het dan. He, dus die vroege reizigers die hadden helemaal geen literatuur zoals wij vandaag de dag hebben. En wij kunnen ons voorbereiden, wij kunnen ook reizigers in de 19e eeuw die konden de boekwerken gaan bekijken van de reizigers uit de 17e en de 18e eeuw en zich alvast voorbereiden van wat daar te zien zou zijn. Maar die allereerste reizigers die hadden geen idee van wat ze daar aantroffen en hoe ze dat dan ook moesten interpreteren. En ze waren dus op eigen waarneming aangewezen. Ja, en zover dan bekend is in 1318 de eerste bericht overgeleverd van een Franciscaan, Oderich van Poderone. En die was op doortocht naar China. En deze Franciscaan die vermeldt dat Persepolis een grote stad was die de Romeinen veel schade had berokkend. En hij noemt Persepolis niet Persepolis, maar Comeroen. Waarschijnlijk een verbastering naar het plaatsje wat nabij ligt, Kenaré. Maar hij schrijft dat het in ieder geval 40 torens telde. En dat ook dat is natuurlijk nog een heel groot raadsel. Maar de eerste tekeningen, die werden gemaakt, en hier ziet u de allereerste tekening van Persepolis, die werd gemaakt door André Daulet Deslandes. Een Fransman die ook veel reisde in het Midden-Oosten. En met name ook reisde in gezelschap met Franse, bekende Franse reizigers als Tavernet en Thévenot. En die hebben ook later weer reisverslagen gepubliceerd. En die Daulet Deslandes die vond het heel belangrijk dat er objectieve informatie kwam over Persepolis. En hier hij geeft in zijn boek allereerst een vrij beknopte en zakelijke informatie. En hier heeft hij Persepolis in een soort van vogelvluchtperspectief weergegeven. Hier ook nog, we zien natuurlijk hier nog de muren, vrijwel intact lijkt het. En men krijgt enigszins een beeld van de poort en de verschillende bouwwerken, ook de vele zuilen, want hij telde 19 zuilen immers van de Apadana. En hij heeft dat enigszins proberen weer te geven. De tweede tekening die hij heeft gemaakt, dat is meer een collage waarin hij de verschillende elementen die hij aantrof, de basreliefs, maar ook de zuilen, heeft proberen weer te geven. Maar ook in de tekst zie je en lees je dus dat hij niet heel goed weet hoe alles te interpreteren. En je ziet hier ook dat hij in het beeldmateriaal weergeeft meer een Corinthische zuil. En dat de verhoudingen, want als je de zuil, als u weet dat de zuilen 19 meter hoog zijn of hoger zijn, dat het ook niet geheel klopt met de basreliefs. De verhouding klopt ook niet. En hij zag natuurlijk ook wel tekens op de monumenten, maar hij kon ze natuurlijk ook niet lezen en begrijpen. Hij gaf ook in zijn boek aan van het is heel noodzakelijk dat we die wigvormige tekens gaan ontcijferen. Misschien kunnen we daar nog informatie uithalen. En die fabeldieren, die sfinxen, die stieren van de poort alle landen, dat zag hij als olifanten. Zo beschrijft hij dat ook. Hij was natuurlijk maar kort en krachtig in Persepolis en ik kan dan ook niet verwachten dat hij daar een hele objectieve tekening heeft gemaakt. En ik was natuurlijk al lang blij om twee eerste tekeningen in zijn werk aan te treffen. Een heel andere vroege reiziger is Jan Struis geweest, die in 1672 vele reizen heeft gemaakt, ook richting Azië. Hij was zelf zeilmaker. En verder is er niet zoveel over hem bekend, behalve dat hij in Wormer heeft gewoond, een dorp in de Zaanstreek. En Struis, die
geeft een soort van fantasiebeeld weer. Het is een soort van barokachtige sfeer, hè, waarin deze tekening wordt weergegeven. Hij heeft hem niet zelf gemaakt. Waarschijnlijk heeft de graveur, naar aanleiding van alle verhalen die hij heeft opgeschreven, heeft hij een soort van compilatie gemaakt van, nou, zo zal het er ongeveer wel uitzien. Ja, het is wel de eerste poging om tot een gehele reconstructie van het paleiscomplex te komen. Ja, en om maar even, ik kan natuurlijk niet bij alles evenveel stilstaan. Hè, maar het is mooi om te zien hoe hij toch allerlei dingen ziet die er niet zijn in Persepolis. Hè, want hij zegt van, daar zijn vele handen afbeeldsel van reuzen, stieren, levend griffioenen, tijgers, Olympische Spelen en veldslagen. Men ziet daar beelden die speeltuigkansen, schermgereedschap in haar handen hebben. Nou ja, en zo gaat het dan door. Hè, maar niets daarvan tref je vandaag de dag natuurlijk aan in Persepolis. Hij zegt ook, hier vertoonde zich een groot beeld van een koning die het vuur, de zon en een slang aanbad. Dit alles was tegen de muur aangehouden. Ja, een koning die een slang aanbad, ook dat komen we in Persepolis niet tegen. Maar we kunnen natuurlijk wel een idee vormen als je daar heel kort bent en je denkt nog eens naderhand terug. En je hebt misschien wat aantekeningen gemaakt. Hè, dat je misschien ook wat dingen vergeten bent. Of het gaat aanvullen vanuit je eigen fantasie. Hè, en de graveur heeft natuurlijk zo'n mooie fantasietekening daarvan gemaakt. Ja, een andere belangrijke reiziger. Vroege reiziger. Is de Franse protestant Jean Jardin geweest. Een koopman juwelier. Die al vrij op jonge leeftijd naar India reisde om zaken te doen. Hij verkocht allerlei diamanten en parels en mooie sieraden verkocht hij aan de shahs, maar ook in India aan de verschillende koningen. En ook hij is in Persepolis geweest en hij had een tekenaar meegenomen. Want hij vond het heel belangrijk dat, dat er toch ook goede tekeningen werden gemaakt. De tekenaar Grelo, die hij in dienst had, heeft toen ook detailtekeningen gemaakt. En in zijn boek, heeft hij 22 gravures opgenomen. Maar ook deze gravures, zoals u zelf kunt zien, dat lijkt toch niet echt. De gezichten van de Sfinxen zijn veel te Europees weergegeven, zeg maar. En ik kan me ook voorstellen dat het ook heel moeilijk was in die tijd om precieze tekeningen te maken. Dat komt pas in de tijd waarin de camera obscura natuurlijk ook uitgevonden wordt, dat men veel preciezer kan gaan werken. En hier moest men maar turen en vanuit de verte een voorstelling op papier zien te krijgen. Ook hier zien wij mooie pogingen om zeg maar datgene over te brengen wat zij in Persepolis zagen. Ja, en dan ben ik toch ook heel trots op onze tekenaar Cornelis de Bruin, kunstenaar in Den Haag geboren, die door de burgemeester in Amsterdam, Nicolaas Witse, naar Persepolis werd gestuurd, of naar Persië werd gestuurd, maar in ieder geval ook naar Persepolis, om daar objectieve tekeningen te maken. Het was de tijd van dat er allerlei genootschappen ontstonden die ook vanwege het humanisme wat gaat ontstaan en de belangstelling voor de antieke cultuur op zoek gingen naar de antieke monumenten. Dat begon in Italië, Griekenland, maar allengs ging men natuurlijk ook verder, Syrië, Jeruzalem. Men wilde al die antieke monumenten in beeld en in kaart brengen. En Nicolaas Witse, de burgemeester van Amsterdam, stuurde Cornelis de Bruin op pad. En in 1704 komt hij dan in Persepolis aan en hij verblijft daar dan een aantal maanden. En dan gaat hij ook aan de slag. Hij heeft een heel groot prentenboek gemaakt waarin verschillende tekeningen van Persepolis zijn opgenomen. En die tekeningen worden op een hele pittoreske wijze al verhalend weergegeven. En je ziet hier natuurlijk, zoals dat ook in die tijd in de barokke sfeer
men gewend was de reizigers op de voorgrond het verhaal inleiden. En men gaat naar Persepolis en zie op de achtergrond hoe het complex gelegen is tegen dat mooie gebergte van de barmhartigheid. Cornelis de Bruin, die heeft ook hele grote overzichtstekeningen gemaakt. Zodat je een soort beeld krijgt van hoe Persepolis er vanaf een afstand uitziet. En bij die overzichttekeningen heeft hij ook precies weergegeven waar hij precies is gaan zitten en vanuit welk standpunt hij die tekeningen heeft gemaakt. En dus hij wilde echt zo objectief mogelijk de zaken weergeven. En dat is ook wel mooi, want Nicolaas Witse wilde hem ook allerlei boeken en lectuur meegeven van voorgaande reizigers. Maar hij zei van nee, ik weiger dit. Ik wil mijn eigen waarneming gaan doen en ik wil eigenlijk exacte overbrengen datgene wat mijn oog waarneemt. Zo nauwkeurig mogelijk, natuurgetrouw, dat wil ik weergeven. Maar met behulp van zijn informatie is het natuurlijk heel mooi te achterhalen van waar hij precies gezeten heeft en vanuit welk perspectief hij dan de zaken in beeld heeft gebracht. En dit is ook een gedeelte van een tekening, want ik kan helaas niet de hele tekening laten zien. Een soort van panorama heeft hij gemaakt, zeg maar. Maar hier ook ziet u dus dat hij figuren weergeeft die dan nou ja, een verhaal beginnen te vertellen en laten zien van dit is Persepolis. En het mooie van tekenen is natuurlijk dat je een omgekeerd perspectief kan weergeven. In tegenstelling tot de fotografie is het één perspectief, maar met de tekenkunst kun je dat omgekeerde perspectief laten zien, waardoor je een heel wijd panorama kunt laten zien. En dat was natuurlijk een groot voordeel. Ja, en Cornelis de Bruin heeft natuurlijk ook objecten gemaakt en detailopname, tekeningen gemaakt. En natuurlijk kwam hij ook bij de Abadama en heeft daar de basreliefs weergegeven. Ja, en dan toch, ook wilde hij zo objectief mogelijk de zaken weergeven. Dan toch, als je hier kijkt naar de gezichten en ook naar de gezichten natuurlijk die je hier in de verschillende basreliefs tegenkomt, is dat toch niet zo heel precies en objectief weergegeven. Om hier nog maar even het verschil te laten zien. Dan kunt u even zelf oordelen. Maar het was een hele grote stap voorwaarts, zeg maar. Ja, de Bruin, ik heb allerlei citaten ook weergegeven. Want heel aardig is dat hij, hoewel hij zo objectief en wetenschappelijk mogelijk te werk wilde gaan, hij dan toch ook dingen waarneemt waarvan wij denken van, ja, daar kijken wij toch heel anders tegenaan. Bijvoorbeeld de koning die gevolgd wordt door de dienaren. Daarvan zegt hij van, ja, ik zie vrouwen. Achter de koning lopen twee vrouwen die hem dienen. Hij ziet daar vrouwenfiguren in. En dat is dan toch weer ja, een hele andere waarneming als wij vandaag de dag weten dat het is geweest. Ja, en dan in 1850, dan geeft de Franse overheid Flandin en Coste, schilder Eugène Flandin en de architect Pascal Coste, de opdracht om exacte tekeningen te maken. En dat doen ze dan met een soort van camera obscura, waardoor ze ja, een soort van description d'Egypte maken. Een heel groot platenboek waarin, naar voorbeeld van die description d'Egypte, waar alle Egyptische monumenten zijn opgenomen, zeg maar. Ook wat Iran betreft, allerlei antieke monumenten worden opgenomen. Ook moderne 19e-eeuwse monumenten, maar ook Persepolis. En dat is een geweldig boekwerk, waar, ja, ongeëvenaard. Waarin toch op een hele precieze wijze de zaken worden weergegeven. Ik kom daar zo nog wel even op terug. Ja, en wat is dan zo de conclusie van als je met al die beelden, en ik heb hier alleen maar een selectie kunnen laten zien, van vroege reizigers bezig bent geweest,
Allereerste verhalen over Persepolis kennen een soort van eenzelfde opbouw. En men beschrijft hoe men de trappen betreedt, hoe men voor die poort van alle landen staat en een historische beleving, sensatie, historische vervoering krijgt. Ja, die trappen waarvan men zegt, die gaan geleidelijk omhoog en men kan omhoog gaan met verschillende mensen. Sommigen gaan te paard omhoog. Dan heeft men het altijd over de zuilen van de Apadana. Men telt die zuilen dan ook. Hè, en dan kan men ook zien in de loop der tijd van, bij des landen stonden er nog 19. En na verloop van tijd staan er steeds minder zuilen. Men heeft het ook over de grijze kalksteen, dat glimt en dat men zich daarin kan spiegelen. En dat herhaalt zich telkens weer in elk reisverslag. He, dus op een gegeven ogenblik, ik weet niet hoeveel reisverslagen, dan weet je het onderhand wel. Wat de volgorde is geweest. En dat komt ook omdat de natuur, of de architectuur op de een of andere manier ook die reizigers dwingt om van het ene naar het andere gebouw te gaan. En in volgorde wordt dan ook die beschrijving gegeven. En zo nu en dan natuurlijk ook daarbij een tekening. En die tekeningen, dat waren natuurlijk gravures in de verschillende technieken. Koper, houtgravuren, ets, houtsneden, lithografie. En die lieten of redelijk objectieve beelden zien, of een soort van bewuste pittoresk beeld, zoals we bijvoorbeeld ook bij Cornelis de Bruin zien, waarin ook een gezonde mix is van objectiviteit, maar toch ook wel pittoresk. Of gewoon fantasiebeelden, zoals we bij Struis tegenkomen. En die Achaemenische monumenten worden natuurlijk toch een beetje in een Europese stijl weergegeven. De Achaemenische stijl is nog niet helemaal zichtbaar, zeg maar. Ja, en dan natuurlijk naar het 19e-eeuwse Perzië, want daar ben ik. Daar wil ik natuurlijk verder op ingaan. De reisomstandigheden waren natuurlijk anders als vandaag de dag. Ik heb zojuist al gezegd dat het zeker 14 dagen duurde voordat men in Teheran aankwam vanuit Nederland. Men ging met boot, met trein, maar ook in het land zelf aangekomen in het westen. Daar moest men kiezen of men met de caravanserai ging of te paard. En dan ging men te paard van posthuis naar posthuis. En dan kon men zo ongeveer 50 kilometer reizen. Maar met caravanserai ging dat natuurlijk veel langzamer. Daar reisde men 25 tot 30 kilometer. En de meeste reizigers kiezen er dan ook voor, omdat de Shah in Perzië in de tweede helft van de 19e eeuw, dat was Nasser en Shah, die had er in ieder geval voor gezorgd dat er mooi om de zoveel kilometers een posthuis aanwezig was, waar dan ook nieuwe paarden, verse, verkregen konden worden. En in die posthuizen kon men dan ook overnachten. Daar was men veilig. En van daaruit kon men dan weer naar het volgende posthuis reizen. En dat ging zo van oost, van west naar oost, zeg maar, en ook van noord naar zuid. Sommige reizigers komen via de Perzische Golf binnen bij Basra en gaan dan, en dat heeft Hots, Albert Hots onder andere gedaan, die gaan dan vanuit het zuiden naar het noorden. En dat reizen ging natuurlijk moeizaam en dat kostte tijd. En natuurlijk ook vol gevaren. Vandaag de dag is het gevaarlijk om op reis te gaan, maar dat was in die tijd natuurlijk ook. Ja, Nasser en Shah, die komt in de tweede helft van de 19e eeuw aan de macht. En het was een bijzondere Shah. Op jonge leeftijd krijgt hij ondersteuning van Amir Kabir, Mirza Taki Khan, een vizier die in de gaten heeft dat als het zo doorgaat, economisch met Perzië, dat men niet mee zal gaan in de vaart der volkeren. En hij stelt Nasser en Shah, als deze aan de macht komt, dan ook voor om met moderniseringen te gaan beginnen. En voor die modernisering had de Shah natuurlijk ook gelden nodig. En die gelden werden aangeboden door de Europese staten, Engeland, Frankrijk en natuurlijk ook Rusland. Want deze staten wilden natuurlijk ook graag invloed hebben in het land.
Engeland vanwege het feit dat ze snel bij de kolonie India wilde zijn en graag ook telegraaflijnen wilde aanleggen door het hele land. En Rusland wilde natuurlijk de warme zeeën en natuurlijk vrijal ook het noorden van de Kaspische Zee en Iran, zeg maar, daar de invloed hebben. En we noemen dat alles dan ook de Great Game. En Nasser en Shah had dat ook wel door, hè, dat die staten uit waren op invloed. En die speelden dan ook vaak de verschillende landen tegen elkaar uit. Nasser en Shah was ook een groot liefhebber van fotografie. En hij was ook een koning die zelf met fotografie zelf ging fotograferen. Hij heeft zelf heel veel foto's gemaakt en hij nodigde ook verschillende fotografen uit om aan zijn hof te komen. Dit is een foto bijvoorbeeld die ligt hier in Leiden, in het Oosterse Handschriften. In de collectie daar van Sevrugin, een hoffotograaf. En Sevrugin was de eerste commerciële fotograaf in Iran, die eigenlijk de beeldvorming ook heeft bepaald in Europa, wat Perzië betreft, maar ook wat Persepolis betreft. In elk reisverslag, toen eenmaal fotografie opgenomen kon worden en gedrukt kon worden, vindt men foto's van Sevrugin terug. Dat werd natuurlijk niet vermeld, maar ja, als men eenmaal de foto's van Sevrugin kent, dan zie je telkens weer deze foto's opgenomen. En natuurlijk Nasser en Shah vond natuurlijk ook dat Sevrugin aan het hof moet komen. En wij zien dan ook dat hij vastlegt, niet alleen de omgeving of Perzië, maar ook de omgeving van de Shah. Zoals hier het hof van de Shah, het Golestan-paleis in Teheran. Het interieur van de Shah. En dat zijn gewoon prachtige beelden. En de Shah zelf, die heeft ook foto's van zijn haremdames gemaakt. Want hij was niet alleen zelf fotograaf, maar ook verzamelaar. En in het Golestan-paleis bevindt zich een hele grote collectie van 40.000 foto's. En je ziet hem hier zelf in beeld met zijn haremdames. En hij verzamelde ook albums, hij kreeg ze ook ten geschenke. En in die albums, dit is ook bijvoorbeeld een album van Brongniart. Dat was een kapitein die ook door de Franse regering in de vroege tijd, rond 1860, naar Iran werd gestuurd. En we zien hier ook in dit album de allereerste foto's die in Iran werden gemaakt. En dat waren vaak Europeanen die op uitnodiging van de Shah aan het hof verbleven, want hij had daar een wetenschappelijke school, de Dar al-Funun, opgericht, waarin zij les gaven aan officieren en aan hovelingen. En inderdaad met techniek bezig gingen en moderniteiten. En in dit album treffen wij dan ook de allereerste foto's aan van die hovelingen, maar ook nog mooie kleuren tekeningen, aquarellen, die men ook in de bazaar kon kopen. Sorry. En verschillende moskeeën. En die allereerste fotograaf, Peetje, dat was een Italiaan, een Italiaanse kolonel, die had op een gegeven ogenblik in de gaten. Hij moest wel de officieren opleiden, maar hij had ook in de gaten van, ja, ik vind dit wel een hele aardige functie, maar ik zou toch heel graag liever weer terug willen naar mijn geliefde Italië. En wat doet hij dan? Hij had namelijk gehoord dat een Fransman pogingen had ondernomen om foto's van Persepolis te maken, maar dat was om een of andere economische reden ook niet doorgaan. En Peetje trok toen een stoute schoen aan, is naar Persepolis gegaan en heeft daar verschillende foto's gemaakt. Ook in de omgeving, Nakhiroestan, Takhimoestan, verschillende plaatsen, antieke plaatsen heeft hij vastgelegd. Daar een prachtig album van gemaakt. En dat heeft hij in 1858 aangeboden aan Nasser en Shah. U ziet hem hier ook zelf op de foto afgebeeld staan. Heel bijzonder. Deze foto is ook alleen maar te vinden in het Golestan-paleis zelf, in het album wat hij geschonken heeft aan de Shah. Alle andere foto's die zich bevinden in Europa, daarvan heeft men gewoon afgesneden. Daar ziet men de fotograaf verder niet in beeld, zoals deze. Want men was namelijk niet geïnteresseerd in de fotograaf zelf, maar in het beeld.
Peetje, hè, die heeft dus schitterende, allereerste hele fragiele foto's gemaakt. En daar zien wij dus ook hè, dat het een enorme leegte is. Veel ligt ook nog onder het zand in Persepolis. En veel is ook nog niet, veel is ook vergaan. Hè. Het is een vergankelijke plaats als je het zo ziet. Veel beschadigd. Een andere fotograaf die we al tegen zijn gekomen, is Albert Hots geweest. En Albert Hots was zich bewust dat als hij naar Persepolis zou gaan, hij de eerste Nederlander zou zijn die Persepolis fotografeerde. En hij is ook heel zakelijk te werk gegaan. Want u moet zich voorstellen, als je al glasplaten meenam en alle chemicaliën die daarbij hoorden, dat je ook heel bewust foto's moest gaan kiezen. En Hots, hier ook afgebeeld in Oosterse kledij, die besloot slechts een aantal foto's te maken in Persepolis waarvan hij dacht dat het de moeite waard was en waarvan hij ook vond dat hij daar iets aan had. En de eerste foto die hij maakt, en dat is natuurlijk ook wel voorstelbaar, want als je zijn foto's ziet zijn ze nogal vrij donker en het lijken eigenlijk net snapshots, maar het zijn platinotypie foto's. De allereerste foto die hij maakt is dan van de Sphinx, hè, zoals je voor de poort staat. En dan zou je denken, ja logisch, hij heeft een historische ervaring gehad. En natuurlijk ga je dan dat als eerste fotograferen. En maar je moet weten dat de meeste foto's van de andere kant zijn gemaakt, waar je ook nog de Sphinx met het mensenhoofd ziet. Maar Hots heeft deze bewust gemaakt omdat je hier bovenaan die Sphinx ook nog namen ziet van reizigers. Die hadden hun namen gebeiteld in de steen. En een van die namen is Cornelis de Bruin. En hij vond het zo belangrijk om die inscriptie te hebben, die gebeitelde naam, omdat hij ook onderzoek aan het verrichten was naar Nederlanders die in Persepolis waren geweest. Nou ja, en zo heeft hij hier bijvoorbeeld ook deze naam van Cornelis de Bruin. Iets heel anders, en dat was echt heel bijzonder voor die tijd. Heel veel mensen gaan naar Persepolis en soms schrijft men in de reisverslagen ook wel van, ja, we kwamen nomaden tegen die daar ook in Persepolis vertoefden en die vaak de graven gebruikten als schuren, voorraadschuren om hooi op te slaan en dergelijke. Maar beelden van de nomaden, die kom je dan niet tegen. En Hots is de eerste geweest die ook vanuit een soort antropologische passie beelden van deze nomaden, de Qashqai-groep, heeft gemaakt. En die beelden heeft hij dan ook weer hier aan het Volkenkundig Museum gegeven in Leiden en in Rotterdam. Deze foto, nabij Persepolis, van een nomadenvrouw, ook bijzonder, omdat we hier natuurlijk mensen aan een weefgetouw zien. En dat was ook zijn zakelijk instinct. Heel, heel bewust ging hij fotograferen. Hij was bezig ook met allerlei zaken, tapijten, het verhandelen van tapijten. En hier dacht hij natuurlijk van, hé, dat is mooi, even voor mezelf, wetende dat hier ook tapijten worden gemaakt, misschien kan ik straks daar wel mee handelen. In zijn verslag schrijft hij, heeft hij dus een vergelijking gemaakt van alle Nederlanders die in Persepolis zijn geweest, allerlei tekeningen heeft hij naast elkaar gezet. En dan zegt hij van, ik voeg hier één beeld toe. En het beeld wat hij dan toevoegt is eigenlijk dit beeld wat u hier ziet. En daarvan denk ik dat hij dan daar het meest onder de indruk van geweest is. Het geeft een soort overzicht over het hele paleiscomplex. Hier nog even in detail. Ja, een commerciële fotograaf, Anton Sevrugin, die ook aan het hof werkte, was eigenlijk op de Russische ambassade in Teheran geboren. Zijn vader overlijdt als hij heel jong is. Hij moet dan met zijn moeder naar Tiflis, Georgië, terug verhuizen. En als hij dan eenmaal naar de kunstacademie gaat, ontmoet hij in Tbilisi, vandaag de dag Georgië, ontmoet hij dan ook Ermakov. En Ermakov is een hele, Ermakov is een hele beroemde fotograaf in Georgië. En hij leert het vak van Ermakov en hij gaat ook samenwerken met Ermakov. Maar hij besluit dan in navolging van Ermakov om niet, zoals Ermakov, het Russische Rijk vast te gaan leggen. Een soort van encyclopedie te gaan maken. Maar om dat ook voor Perzië te gaan doen.
En dan reist hij uiteraard door heel Iran heen. Hij vestigt zich ook samen met zijn broers in Teheran. Vandaag de dag zijn studio bestaat nog steeds. Het is geen studio meer, maar het gebouw is er nog steeds. Vlak tegenover het Groene Standpaleis. En daar verkocht hij ook foto's aan verschillende reizigers. En hij reisde naar Persepolis toe en dan zie je ook, dit is echt een professionele fotograaf geweest, albuminefoto's, maar ja, van zo'n scherpte en kwaliteit en creativiteit, dat tref je niet bij andere fotografen aan. Ook hij beeldt zichzelf natuurlijk af. Hij laat zowel hele creatieve foto's zien, maar ook objectieve foto's, want hij had natuurlijk een cliëntele van onderzoekers, die hele objectieve foto's wilden, maar ook mensen die wat meer romantische plaatjes wilden. Hier heeft hij zijn eigen statief ook afgebeeld. Hier ligt zijn broer op een van de monumenten. Of hij zet wat mensen uit de omgeving voor de monumenten, zodat men ook in beeld krijgt van de hoogte. Natuurlijk ook detailopnames. En de graven die dan ook voor het eerst weer echt in beeld komen. Ja, en wat kan ik dan concluderen als we zo bezig zijn geweest met de fotografen waar u maar een hele kleine selectie uit heeft gezien? Is dat natuurlijk die Europese collecties en ook hier de Nederlandse collecties, die bevatten echt vrij veel foto's van Perzië, het 19e-eeuwse Perzië. Maar een gering aantal foto's van Persepolis. In Nederland hebben we slechts 30 foto's, vroege foto's van Persepolis. Waarvan ook nog een aantal dubbelen, dus ongeveer 20 foto's. Dus dat is niet al te veel. Maar toch wel bijzonder uiteraard. Als u bedenkt de techniek en de moeite die men heeft moeten ondernemen om zo'n foto te maken. Amateurfotografen. Er zijn er ongeveer 12 fotografen geweest, voor zover ik heb kunnen achterhalen. En er was slechts één professionele fotograaf. De rest, dat zijn allemaal amateurs geweest. En de meeste, dat waren of onderzoekers of politici, die voor politieke redenen, zeg maar, diplomaten bijvoorbeeld, die om dat soort redenen in Iran waren. Of het waren zakenlieden. En Persepolis wordt in beeld gebracht objectief, analytisch, of pittoresk, of een combinatie van beide. En dat was veelal bij de professionele fotograaf Sevrugin. Fantasierijk niet meer, want de fotografie kan geen fantasiebeelden meer laten zien. Vandaag de dag weer wel, met Photoshop, maar in die tijd ging dat niet.